Hallo Big Legion en welkom bij een nieuwe part van South Park, The Fractured But Whole. We zijn op zoek naar scrambles, iedereen is heel druk bezig met het zoeken overal nergens. Stan en Carl helpen elkaar daar zelfs. Dat is ook cool. Wauw, hij heeft een punt. Dat helemaal. Wauw, geweldig. Maar ik zag hier nog loot liggen, dus gaan we eerst even meepakken. En ik ben benieuwd of we hier naar binnen kunnen. Ja, ondanks dat het closed is. Oké, helemaal prima. Heel mooie tas liggen en ook een sleutel hierboven. Die valt wel op. Dus pakken we die gelijk even mee. Ik ben benieuwd of dat voor een locker is of wat dan ook. Nope, de backroom key. Oké, dan kunnen we dus hierdoor. Employees only. En wat is hier dan te vinden? Alleen een kluis. Die wij gewoon kunnen openen. Geen eens een code, oké. Champion suit, helemaal prima. Is dat alles wat hier ligt? Wauw, dat is karig. Oké. Gaan we weer naar buiten. Eens kijken of we scrambles kunnen vinden. Die moet hier vast wel ergens zijn. En ik denk ook wel butters. Want er lag niet voor niets allerlei lava natuurlijk hier. Ja, hier, daar heb je het al. Daar heb je al een klootzakje. Fuck jou. Nope, sowieso niet. Dit kunnen we nog breken. Voor meds. Hier hebben we nog een tas. Hier hebben we een ding wat we kunnen oppakken. Eerst even looten. Kunnen we hier naar binnen? Ja. Wat is dit? A guaranteed get happy hit. Daar hebben we boven hebben we loot. We hebben dingen wat kapot kunnen maken. We hebben vuurwerk. Dat is heel duidelijk wat we hier moeten doen. Dat hoort daarbij. Daarop schieten. En dan kunnen we waarschijnlijk dus die ladder move. Want anders staat die klok ervoor. Tenminste, dat is mijn gok. Achter zal ik nog loot. Pencil stash. Op zich wel leuk. Ze hebben echt wel veel verschillende varianten van alles en nog wat. Maar nu kunnen we er dus voorbij. En dan kunnen we hier de loot op pakken. En dat is een artifact die aardig wat slechter is. Ik heb heel veel artifacts gecraft en heel veel andere dingen gedaan. En ik ben momenteel might 300 nog iets. En recommended... Oh, hier hebben we toch nog een ding. Recommended voor deze missies 235. Dus we zijn nu lichtelijk overpowered. En ik zie dat wij met de glitch dit terug kunnen draaien. Dus dan moeten we dat ook kunnen opblazen. Kijk eens. Perfect. Perfecte positie. Oké, dan maken we dit ook kapot. Benieuwd wat hier dan achter zit. Beetje afstand nemen natuurlijk. Even genieten van de vuurwerkshow. En dan ligt hier... een fucking basic crafting item. You gotta be kidding me. We hebben wel 100 XP, dat is iets. Dat is alles wat hier binnen ligt. Dat is ook al zo karig. Ik zou verwachten bij een used storage facility dat er meer te doen is. En wat de actual fuck is dat hier aan de rechterkant? Het zal wel. We pakken dit wel op. En dan kijken we wat er gebeurt. Eric, what'd you find? Into my parlor. I've bought more tinfoil and more minions than you can possibly fathom. I've been given $20,000 to keep nosy people away from this place. What? $20,000 just to keep people from snooping around. But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhanced bit and fuck French chicks? Super Craig. Wow. I'm going to destroy this town and prove that I'm the bad guy, not this new kingpin jerkhead. So long, coon friends. Ja. Oh god, we liggen aan hamsters. Oh no. Zo dramatisch voor niks. Die dingen doen toch niks, come on. No minions, you gotta kill them. Ah, dang it. God damn it. Alright, let's just find what we're looking for and get out of here. Fantastisch, die dingen doen toch helemaal geen zak, come on. Kan ik ze slaan? Ik kan ze slaan, maar ze vliegen niet heel leuk weg ofzo. Dat is wel jammer. Nou ja, dan gaan we maar hier doorheen. Op zich ook cool gedaan trouwens met die lampen hier met chaos enzovoort. Dat is wel cool. Nou, hier kunnen we doorheen. Dan komen we hier achter weer uit. Oh, samen met toolshed. Wauw, zo spooky. Oh nee, een spin. Here, kitty kitty. Het is wel vet ingericht, dat wel, maar... nou, we hebben er niet heel veel aan. Hé, daarboven zit ik een slootzak. Oh nee, zeker niet. Het is overduidelijk, het heeft een groene voet. Dus let's go, Captain Diabetes. We zullen hem even weer aan het rage maken. Onze eigen persoonlijke hulk. En dan kunnen we weer mooi verder. Dichter bij Butters en Scrambles, hopelijk.
Oh, serieus? Oh, wow. Ah ja, tuurlijk. Ik kan rewinden. En Stan heeft hem nog nooit eerder gezien. Let's go. Rewind. Dat blijft zo vet, jongen. Al die functies. Ja, ja. Je hebt ook hele coole powers. 100%. Yep, we zijn er door. Jammer, butters. Het is wel echt wel heel erg cool ingericht. Dat zeker. Hey. En nu? Oh, hier hebben we nog zo'n ding. Oké, okay, zullen we dat oppakken? Do you not comprehend how many minions $20,000 can buy? Butters, will you just go home? We're trying to find a missing cat. I don't think so, coon friends. Butters, actually, if somebody gave you a bunch of money, by law, that money belongs to our franchise. All of us. Oh, no, you see. More cash means more minions. Let's see how you handle this. Nog meer hamsters? Oh, nee. Oké, okay, echte minions die iets kunnen doen. En zelfs honden. Die zien er belachelijk uit, jongen, met dat aluminium folie. Wauw. Oké, okay, let's fight. Bring it on. Dit moet heel makkelijk zijn, aangezien we dus vrij overpowered zijn. Ik ben benieuwd, maar... Hey, we beginnen met de coon. Damn, jongen, hij doet zoveel bleed damage in zijn woord hierop. Sowieso heel veel damage en ook nog bleed. Dat verschil merk je wel. De might doet echt wel iets, deze game. Oh, wat gaat er gebeuren? Prima. Eens even kijken. Wij mogen slaan. Ik druk al bijna neer. Hoppakee. Dat gaat wel lekker zo. Zometeen als ik even op de pauze doe, als ze allemaal weer vrijwel bijna dood zijn, zeg maar. Dan eens even met de pauze iedereen op zijn bek slaan. Nou, eens even kijken wat we hier kunnen doen. We kunnen 3 man hitten en die hond killen. Dat is perfect. Dus dat gaan we ook doen. Op zich wel cool dat hij beide kanten op kan. Er kunnen heel weinig superheroes in deze game. Zo'n leuke ability. Ja, dat zijn wel chaos minions. Eens even kijken. Killen jou wel met de lasers. Gaat vrij snel zo. Daar ben ik wel blij mee. Oh, die hond gaat doen. Die doen zoveel fucking damage, hè, die honden. Dat is belachelijk. Ik kan van die CD's op zich enzovoort. Dat zal wel. Come on, als we het allemaal goed doen. Dan zijn we met geluk. Doen we dan crit hit damage. En is hij dood. En dat werkt ook. Wat ga je doen met je disc? Ah, gooien. Oké. Okay. Let's go. Bleed, bitch. Oké, wat is het handigste? We moeten sowieso dan op een van deze plekken staan om hem echt te damagen. Ik weet niet hoeveel damage dit doet. Het doet nog minder. Oké, dan gebruiken we dit wel. Dan hopen we dat we met crit hit damage hem net killen. En dat doen we. Perfect. Alleen de hond nog over. En we hebben onze ult. Die zullen we niet gebruiken. Is een beetje zonde naar mijn mening om dat daarvoor te gebruiken. En als we dit goed doen met onze crit hit bonus, dan is hij ook dood. Lekker dan. Bring it, butters. Wrong again, coon. Oh fuck, what now? With all my new funding, I found an even greater source of minions. All who are willing to work for extremely reasonable salary. Follow those minions. Oh wow, Mexicanen, come on, game. Oké, it's coon time. Ik ben blij dat we die ult niet hebben gebruikt. Want nou hebben we die nog. Dat is perfect. Hij kan ze allemaal damagen. Carmen is qua dat wel heel erg OP in dit geval. Omdat iedereen nou bloedt. Let's go, Carmen. Je bent het waard. De ult. Dat die fucking talkshow ook. Maar dit is ideaal, want iedereen bloedt nu. Dus we hebben gelijk... damage gedaan. Dan hebben we gelijk een voordeel. Oh, oké. Fuck dat. Ik ga even voor pauze. Pauze is naar mijn mening veel logischer. Aangezien je gewoon mensen nu ook kunt damagen. Dus... wat... je doet extra damage. Oké, dat was dat allemaal. En dan kunnen we nog een keer attacken. Dan killen we hem wel met ons zwaard. Perfect. Nou, de rest nog. Ze hebben ook allemaal nummertjes. Nummer 31, 21, weet ik nog wat. Ze doen veel dingen, joh. Fuck. Oh. Aha. Eens even kijken. Kan ik jullie beide hitten? Ja, maar dat doet echt zo weinig damage. Holy fuck. Nou, ik kan hem wel killen, dus dan gaan we dat doen. Ja, dat klopt. Butters. Oh, fuck. Damn.
Nou, we kunnen hem altijd nog reviven mocht het nodig zijn. Voor nu laten we het wel heel even, denk ik, voor wat het is. We kunnen hem killen, dus laten we dat maar doen. Even dat volk een beetje uitdunnen. Dan zijn er nog maar twee over. Die moeten we wel aankunnen. Ja, nog een beetje mooi bleed. Extra erbij. Stack, want dat werkt ook. Je kunt dingen stacken. Laten we hem maar killen, dan zijn we gelijk. Fuck it. Dan is er nog eentje te gaan. En als er nog meer minions zijn voor die 20.000, dan moeten we maar even Stan reviven. Maar ik ga ervan uit dat het wel goed moet komen. Want hij heeft net zijn move gedaan en nu kunnen we met iedereen aanvallen. Dus als we dit niet halen, dan weet ik het ook niet meer. Hij moet wel doodgaan. Zie? Nee, we gaan. Heb je die meer? Yay, you win, victory. Nice. Nou, eens even kijken naar wat Scrambles is en wat Butters is. We moeten toch dichtbij zijn, lijkt mij. God only knows. You guys take the alley over there. Super Craig and I are hitting the rooftops. Oké. Okay. Kunnen we hier ook nog naar rechts toe? Even kijken wat hier is dan. Oh god. Een laser. We kunnen hier mooi naar boven lopen. We hebben hier een kistje met loot. Wasteland suit. Super kwaad. Daar liggen echt allerlei wapens. En dat is super vet. Maar hoe komen wij hier voorbij? Ah, ik zou het niet weten. Ik heb ook totaal geen pauzefunctie. Hey, kijk, een switch. Zo cool, jongen. Die glitch dingen of die fart dingen, die zijn echt awesome. Use. Done. TNT daar bij de muur leggen. Oh, come on. Move. Aim. Oh, sorry, ik wou move. Dank u. Je kunt het ook niet gebruiken om te klimmen of zo. Er ligt verder ook niet echt wat loot, voor zover ik zie. Puur de bedoeling om dit hier bij de muur te zetten. En dan te activeren. Let's go. Wachten. Nice. Nou ben ik wel benieuwd of dit verder gaat met de story of niet. Want er was nog een lock die we konden openen. Ja, dit gaat verder met de story dan. Oké, dan gaan we eerst even terug. Want er was dus nog een locker die we konden looten. En daar wil ik natuurlijk wel even naar kijken. Nou, we er toch zijn. Dus gaan we heel even hier naartoe. Oké, dat was alleen een tas. Ja, dat hadden we net goed in één keer mee kunnen pakken. In plaats van teruglopen. Nou ja, dan snel door. En zullen we kijken wat we nog meer voor challenges tegenkomen. In ieder geval eentje is dat we hier overheen moeten springen met parkour. Dus gaan we even Human Kite erbij vragen. En dan eens even kijken waar we uitkomen. Ik neem aan gewoon over de muur, maar misschien zelfs op het dak. Dat zou nog chillen zijn natuurlijk. Minder obstakels. Voor dat is het ook veel logischer eigenlijk om gewoon met parkour over de daken heen te vliegen naar beide. Maar toe maar. Dan kun je gewoon van dak naar dak. Oké, wat hebben we hier verder? Niks. Oké. Dan gaan we naar boven. Waarom we naar beneden kunnen, geen idee. Hier kunnen we wel wat doen. Dit kunnen we kapot schieten. Dan zakt de ladder. En zullen we kijken. Voordat we verder gaan daar en naar de lava toe, gaan we nog even hier binnen kijken. Oh. Nice. Aha. En nou weet ik ook waarom die ladder er is. Kunnen we dit terugdraaien met de glitch? Ja. Vet. Awesome puzzel. Leuk gedaan. Dat wordt zeker gewaardeerd. Dan kunnen we dus daar naar beneden die andere kist openen. En dan weer exact hetzelfde doen. Cool. Heel erg cool. We krijgen echt allerlei cosmetic items. Weinig artifacts of wat dan ook. Op zich wel jammer. Niet dat ik ze echt hoef... Oh, dat was de verkeerde toets. Niet dat ik ze echt hoef te hebben, want ik ben vrij OP nu. Maar alsnog, het is altijd welkom natuurlijk. Artifacts zijn altijd welkom. En nou eens even kijken of Stan ons kan helpen hier. Want hij moet natuurlijk de lava blokjes wegblazen met zijn compressor verhaal. Er is ook een ladder daarboven. Goeiedag, Supercrack. Why would chaos want to wrap an entire truck in aluminum foil? That's not the problem. Is aluminum foil really what you guys are concerned with? Who the fuck is that? Fantastisch. Who the fuck is that? Cool girl. The Italian restaurant, new kid. The owner is a part of a new crime syndicate. Who the fuck is that? I have no idea. Well, she's not in the union. Excuse me, are you on Coonstagram? There's someone new in town who's bringing all the crime families together.
Okay, cool. Thank you. Bye. You mean like a kingpin? You guys do not say anything. We're not playing with her. Check out storage facility 56D, new kid. And here, take this. Call me if you need me. I think you're gonna need all the help you can get. So, I guess now any fucking asshole thinks they can be a superhero. Come on, let's just find Scrambles and be done. Inderdaad, na te gaan dat alles op Scrambles draait eigenlijk. In een fucking franchise wat nergens op slaat. En nu hebben we te maken met Kingpins en weet ik het dan wat. Geweldig. Deze game. Ja, daar hebben we nog meer van die fucking Chaos Enemies. We hebben hier een vendor. Maar die gaan we toch niet gebruiken. We gaan verder naar rechts toe. Zou dat over Locker 55D of zo? 56D wat ook was? Zullen we even kijken. Ik kan hier niet... This way is blocked and there's no air compressor. We'll have to find a different route. It's kind of lame to have a superpower that only works when an air compressor is around. This isn't Legend of Zelda, dude. Fuck you, Coon. Inderdaad, wacht me. Here, use this. Ah, dank u. Dat zocht ik dus. Het idee was namelijk dat we hier op moesten klimmen ook. Pretty good box moving, new kid. Ja, ja, houd je bakjes. Kunnen we nou hier op klimmen? Come on. Serieus? Ik moet er toch tussen kunnen plempen, lijkt mij. Ja, oké. Nou werkt het beter. Nou kunnen we namelijk die tas looten. Oké, maximum revive. Dat is zeker niet slecht. Dan plaatsen we nu die doos hier tussen. En dan gaan we dus om de lava heen. Wat nog steeds fucking Lego is, maar doe maar. Ja, dank u, dank u. Oké, dan kunnen we hier naar binnen. Shipping and receiving. You guys see Scrambles here? Shit, lava! Can you stop fucking around, Chaos? Not Professor Chaos. His partner in crime. General Disarray. Oh, god. We are fucked. And Ginger. Careful, he's a ginger. Precies dat. Do you know what Professor Chaos has planned for this city? Look, kid, you and Butters are taking this way too far. Yeah, it's time to teach you a lesson. That won't be as easy as you think. Hang out! Minions, Babadook! Oké, defeat General Disarray. Perfect. Een boss fight dus. Dan gaan we ook voor het defeaten van hem. Dan niet per se de minions, maar echt hem. Oké, take out the general dus. Ja, dat is de bedoeling. We doen dit wel. Dan staan we gelijk dichterbij hem. Dat is wel handig. En dan kunnen we met Cartman kunnen we ook bleed damage aan hem doen. Dus dat lijkt mij de beste optie. Nou, eens even kijken wat we verder kunnen doen. Neem maar gewoon dit. Dan doen we tenminste iets damage. En we hebben inderdaad een combo daardoor. Dat blijft echt een zieke opmerking, hoor. Hey, hierbij damagen we ze allebei. Mooi bleed erbij. En dat kan stacken, dus dat is helemaal perfect. Oh, fuck. Nog meer? Come on. Het is ook zo'n klein jochie. Belachelijk. Fuck dat. We gaan nou wel gelijk voor de pauze. En we moeten toch rechargen met de turns enzovoort. Dus kunnen we net zo goed dat nu doen. En die gast even attacken. Zoals dit. En dan eventueel dit joch nog. Oké, die grote doet ze nu van neer. Die kleintje is nog niet helemaal. Maar dat komt wel goed. Laser. Let's go. Toolshed standing by to deliver a second lasering if needed. Oké, wat de fuck is daar van plan? Oh fuck. Hij gaat lava droppen. Ah, kutzooi. Carmen wordt zometeen fucked. Onder de lava. Carmen, jij moet weg. Jij moet daar weg. Oké, Carmen is daar weg. Ik kan eventueel die dude. Oh, wacht. Come on, game. Dank u. Ik kan die dude hitten. This might stink. En we zijn nog veilig van de lava. Dus dat is perfect. Die andere twee niet, die minions van hem. Microaggression. Even op zijn bek slaan. Dat blijft ook vet. Oh wacht, straks komt Humankind 2.0 nog langs. Dat zou helemaal fantastisch zijn. I'm back! En dan komt hij hier random. Dat zou ik wel helemaal kapot lachen als dat nog gebeurt. Dat zou echt fantastisch zijn. Eens even kijken, we gaan deze dude attacken. Die andere twee staan onder de fucking lava, dus... En hij nu ook. Perfect, please. Nee, hij moved net. Oh, zij zijn immune. Come on. Was er voor bullshit dat zij immune zijn? Game, dat is lullig. Dat is echt lullig.
Oké. Dan gaan we voor deze array, meneer. Blade op je bakjes. En we kijken. Laseren. Zodat hij Cartman niet wat kan doen. Of in ieder geval bijna dood is. Ult is ready. Uh-oh. Hij gaat weer met zijn kraan spelen zeker. Yep. Okay. En wij kunnen daar dus niet staan. Dus dat is Fox. Oh fuck, wat nou weer? Uh-oh. Mega minions. We are so fucked. Holy fuck, dat deed veel damage. Oké. Wij moeten echt healen. En hard ook. Please, geef mij inderdaad Cartman. Bleed damage en weet ik dan wat. Fuck it. Cartman is ook al voor een groot deel bijna dood. Voor zover ik weet, maar we kunnen hem altijd nog reviven. En hij doet nu echt heel veel damage op iedereen. Dus dat zal sowieso helpen. Dus het lijkt me het handigste om het op die manier te doen. Uh-oh. Oeh. Dat overleven we nog net. Oké, wij moeten 100% healen. Wat doet dit ook weer? Heal en refresh allies. Oké, dat is dus in een bepaalde cirkel. Zullen we dat zo doen? Dan heal ik beide. Oh, fuck. Ice and burn. Kut, zou ik al vergeten dat dat er was. Oké, healen. Oké. Tenminste, iets AP erbij. Of net iets langer. Fuck hem up. Ja, gaan we doen. Dat doen we op deze manier. Doen we meer damage. Fuck jou, jongen. Bepaalde kut robot. Wat er ook echt niet uitziet in de fucking kartonnen doos met aluminium folie. Dat is echt geweldig. Wij konden ook nog healen, toch? Pulls allies close and heals them. Please don't burn me. Daardoor. Ja, dat dacht ik al. Daardoor burn ik. Great. Fucking great. Daar ben ik echt blij mee. Niet echt. Oh ja, hij gaat weer met een nieuw kraanding spelen. Oké, bovenop Cartman. En op de minion robot. Maar ja, dat doet niks. Want die zijn fucking immune. Dus dat is kut. Oké. Deze driehoekje, dan kunnen we helemaal zo back slaan. Dat joch moet echt gewoon dood. Dan komt het neer. We zijn aan het burnen. Dat is niet zo, joh. Cartman is bijna neer. Dus dat is kut. Oh god, weer meer minions? Come on, hoeveel hebben zij, jongen? Oké, ze hadden 20.000 cash, maar... Het is een beetje overdreven dit. Oh fuck, Karma gedood. Ah, kut, sorry, we moeten echt reviven en shit. Oké, revive potion. Revive and resourcing into fallen team members. Oké, fuck it, dan doen we dat wel. Dan heeft Cartman tenminste veel HP terug ook. Want anders spawnt hij maar met 30 HP of zo. En nu heeft hij 250 HP. Dat is een groot verschil. Dat kan ons echt redden hierin. Oké. Fuck jou, klein vierschoolvuil. Takken, joh. Ginger bitch. Yay. Dat was het al. Oké. Nou ja, dan had ik niet per se die revive potion hoeven te gebruiken. Maar fuck it. We hebben het gehaald. Dat is het belangrijkste. Dat was een... wel een coole boss fight. Dat wel. Qua mechanics en shit. That's the last of them. Don't count on it. We should make up. Wait. Super Craig? Oh my god, Super Craig? Nay! Shit, there's no air compressor here. No way I can remove that lava. Hang on, Super Craig. We're gonna find something to plug Toolshed's sandblaster into. You and I both know I'm already dead. No, Super Craig. We're gonna find a way to save you. Do something, Toolshed. There's nothing here. My sandblaster needs compressed air to work. Get the one from the entrance. The gate slammed and locked shut, remember? It's okay, guys. We all knew when we signed on to be Coon friends that it might end like this. Stay calm, Super Craig. We're gonna get you home. Sorry, Coon, but it looks like this was a one-way trip. No, Super Craig, no! No! Kan ik iets doen? To remember things of my past. Things I regret. Wat kan ik doen? I wish I'd been kinder to. Somebody get a goddamn air compressor! Wat kan ik doen? Kan ik klimmen? Nee, ook niet. Ah, paniek! Ik zou niet weten wat... Kan ik ze niet... Nee, dat wil niet. Ik kan er niet overheen lopen, hem optillen en weer meenemen. Hold to enter the spectrum. Ja, dat snap ik. Oh, highlight the lava. Wat? Select the nozzle icon. Then hold to analyze. Oké. The fuck gaan wij doen dan? Sandblaster. Oh god, nee. Oh god, ja. Ik had het vermoeden al. Oké, find the optimal fart strength.
Oké, dit is optimaal daarbij, dit is optimaal daarbij. We moesten een manier hebben om dit in free roam te doen. Nu weten we dus hoe. What happened? The new kid shut Jesus Christ, this game. Oh, geweldig. What the fuck ben je aan het doen, Carmen? What the fuck was that, you asshole? Ja, inderdaad. Cardiac injection, Super Craig. I had to stabilize you. Are you fucking serious right now? You could have fucking killed me. Where the fuck did you get that, Cartman? Online. Super Craig, just stay still. You suffered a lot. You guys go ahead. I'm gonna just try and stabilize him. Hey, that was really cool back there. Now we can clear lava whenever we want. We make a great team, Buttlord. Yay, buddy power, sand blaster. Dat is wel heel vet. Alleen de manier waarop. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, maar doe maar. Kan ik dat Jochen op zijn bek slaan? Oh, zij zijn er allemaal bezig. Oké, dan gaan we naar boven toe. General Disarray? You there? Hello, General Disarray. Hij is er wel, maar hij is momenteel even niet beschikbaar. Sorry, man. Shit. Oké, Butthole. We need to get up to that water tower platform so we can do some fart core magic. Forget it, order lovers. This is a chaos only zone. Also, you need to shut that kid up. He's super annoying. Oké, prima. Eens even kijken. We kunnen meerdere dingen kapot maken. Daar is één. Daar is dat kutkind. Ja, ja. Uh-oh, that doesn't look right. Nee, dat is inderdaad niet goed. Oké, terug. Eens even kijken. Oh, we kunnen vanaf daar wachten. Oké. Dan doen we dit zo. Oké, that'll get us a little closer. Keep it up. Zullen we kijken. Dit. Ja, dat is goed. Kan ik niet gewoon dit wegblazen? Dat is het. Dit kunnen we toch gewoon wegblazen? Fuck it. We hebben niet voor niets een nieuwe power gekregen. Soort van. We bellen hem ook echt terwijl die beneden staat, maar toe maar. Hij plugt het ding ook instant in. Oh, dit is zo erg. Oké. Full power. Let's go. Oh, niet helemaal goed. Ik liet stik een beetje los. Jee, de lava is weg. Ah, dan kunnen we nu naar boven. Hij gaat ook echt gewoon Spider-Man weg met een fucking rolmaat. Het is geweldig. Deze game. I love it. Game of the year. 100%. Qua humor eens voor het sowieso. Oké. We zijn boven de watertoren. Vier looten. En fart. Cure time. Let's go. Wow. Fucking awesome. Dat was echt geweldig. Hey, dit is die ladder. Die wil ik hier laten zien. Oké. Dit nog even looten. Kunnen we nou naar rechts toe? Nee, oké. Dat dan weer niet. Dan gaan we over de trap heen lopen. Of de brug, hoe je het wil noemen. Use. Dan kan iedereen volgens mij naar boven toe. Dat is tenminste het idee. Want die ladder hadden we al een keer eerder gezien. Alleen konden we er niks mee doen. Hier is nog loot. Oké, antidote. Dan kunnen we volgens mij oversteken of zo. Wat de fuck is de bedoeling? Of moet ik ja. Oh nee, ik moet gewoon naar beneden. Never mind. Ik dacht juist dat we over de daken moesten blijven lopen. Hé, dat heb ik cool. Ja, I know. Nou kunnen we natuurlijk weer onze sandblaster skill gebruiken. Om hier voorbij te komen. Ja, ja, ik ben ermee bezig. Kom. Oké. Plug het er maar in. Kijken wat de perfecte power is. En go. Your ass is awesome, dude. Thank you. Alright, I guess. Going, voor dat fantastische compliment. We zullen achter Call Girl aangaan. Zij had nog een locker die we moesten checken. Dus dat gaan we nu ook doen. Voordat we doorlopen. Oh, ik wou dit slaan, maar dat werkt niet. Dan moeten we gewoon looten. Dit kan ik wel slaan. Gaan we eerst nog even dit checken. We checken gewoon alle lockers die we zien. Oeh, dat is wel een vette suit. Wat is hier van de bedoeling? Take. Oké, oil spill. Verder helemaal niks hier. Nee, oké, dan gaan wij pauzeren. En even die kist openen en dan zijn we er. Hoppakee. Trinity of Reflection, allemaal prima. En done. We staan weer veilig aan de goede kant. Dan nou eens even kijken of wij die loods kunnen vinden. Waar Wendy het over had. Oh, hier nog loot. Nog meer loot. Zoveel fucking kapotte dozen. Chaos luidjes. Oké, dan wordt weer vechten. Bring it.
Chaos Minions. Dan moet die... Oh, fuck. Easy worden, wou ik zeggen, maar... Ik begin nu een klein beetje te twijfelen. Fuck it. We gebruiken de bom wel, dan zijn we tenminste invisible. Dus kan ons weinig gebeuren. Keep it up, kid. We might be friends someday. En hopelijk kunnen we met de rest hem even snel damagen. Minion ready. Uh-oh. Dit is een fucked up fight. Van twee kanten ook echt. Dat is kut. Heel erg kut. Oké. Ja, wat is handig? Bleed damage of dit? Ik denk dit in dit geval. Volgens mij kunnen we dan wat knockback damage doen. Nee. Kut, sorry. Ik had de hoop dat het heen en weer zou gaan qua damage, maar niets is minder waar. Dit kan bij de kant op, dat is dan wel weer perfect. En dat deed wel knockback damage. Oh, dan hebben we nou die grote dude. Ja, perfect. Volgens mij kunnen we er nog een paar minis aan. Ja, die andere dude. Oké, fuck dat. We gaan even voor pauze. En ik ga elke keer voor de pauze, omdat het dus gewoon logischer is. Omdat je de beurt ook cancelt. Dat is het hele idee. Je cancelt die beurt net zo hard als dat je dat zou doen met de rewind functie. En ondertussen kun je damage doen. Dat is ideaal. Zo is die ene dude naar dood daar. Zonder dat ik een beurt heb gebruikt ervoor. En die gast heeft toolshed niet gehit. Dus is echt ideaal. Pauze is sowieso de functie. Die andere is gewoon zinloos. Jij hebt minder HP. Dus gaan we jou. Nog 30 HP over. 29. Let's go. Zo doen we net iets meer damage en is die ene gelijk dood. We moeten nog steeds een grote dude aanpakken, maar dat gaan we nu met Cartman doen. En nou is het weer een beetje vrij tussen ons in ook. Kunnen we wat moven. Een leader zelfs. Even kijken. Ah, hij heeft nog zoveel HP. Ze hebben allemaal nog veel HP. Ja, laten we Cartman maar healen. Fuck it, dat lijkt me net iets handiger. Je weet me nooit, want die lui doen veel damage. Dat zeker. En we zijn nog niet. Oh fuck, ik had beter mezelf kunnen healen. For fuck's sake. Oké, ult ready. Van Superkite, of Humankite, sorry. Waarom niet? Wrath of Kite, let's go. Die hebben we nog nooit eerder gezien volgens mij, wel. Nope. Dit is een nieuwe. Die is wel super vet. Holy fuck, dat we die nog nooit eerder hebben gebruikt. Die is super cool. Ja, ze zijn nog steeds levend. Maar die is echt super vet. Holy fuck, dat had ik niet verwacht. Yep, hij is bijna dood. 8 fucking HP. Oké, let's go. Gaan we jou attacken. Oké. Alleen dat kleintje nog zometeen. Auw, Carmen Burt nog steeds. Okay, dat kleintje doet niks, want die komt niet in de buurt. Dat is geweldig. Die moet elke keer moven om op zijn attack lane te komen, zeg maar. Wat niet werkt voor hem. Oh, you got to be kidding me. Serieus? Wil je nou echt niet doodburnen? Nou pas. God damn it. Oké, let's go. Laser time. De laatste met zijn mooie hoed gaat er ook aan. Dan maken wij wel af. Let's go. Blade op Jan Bakkes. Alright. Perfect. You win. Victory erbij. Teken. Continue. Gaat er wel lekker qua levelen. Nog 2 keer een time ward gebruiken en dat hebben we ook gehad. Nou eens even deze tas looten. Daarvoor hebben we alles gedaan. In principe. En dan eens even snel doorlopen. Kijken wat we nog kunnen vinden. Oké, hier is iedereen. I can hear cats. Dan gaat dit super lullig zijn. En dan sluit ik hierbij deze part af. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond om naar te kijken. Als je het leuk vond, vergeet ik zeker niet even te liken. En hoop ik weer te zien in de volgende video. Laters.